Veendam Tom Os. Geschoten. Komt vrij voor de keeper, had die bal een beetje moeten liften. Koopman, de doelman van Tom Os, zat min of meer al op de grond. Meijer, een van de twee spitsen die je absoluut niet in de diepte kunt aanspelen. Dat geldt ook voor Zuurman. Goed schot van Oosting. Zuurman die het soms op snelheid moest afleggen tegen de oude Dijkstra. En zo kreeg Veendam in de beginfase van de wedstrijd kansen. Zette de verdediging van Tom Os onder druk. Meijer, Dantuma. Meijer terug op Van der Meulen. En dan het schot met het linkerbeen. Via Dijkstra achter de doellijn. Van der Meulen deed zijn stinkende best. Maar speelde weer een ongelukkige wedstrijd. Mist een beetje zelfvertrouwen, denk ik. Lange bal. Taihutu. Taihutu langs McIndrew. En dan loopt Wiekens McIndrew zo ongeveer omver. En zo staat er tegen de verhouding in de eerste kans. En was het wel een kans. Maar er staat wel 1-0 voor Tom Os. En we hebben dan 25 minuten gevoetbald in de eerste helft. Volstrekt tegen de veldverhouding in. Felicitaties voor Taihutu. Tom Os kreeg 3 kansen in de wedstrijd en zou 2 doelpunten maken. Van Brakel. En dan tikt Wiekens terug richting McIndrew. En dan ligt Taihutu zomaar tegen de grasmat. En de scheidsrechter Oskam heeft besloten tot een strafschop. Er komt een diepe bal die onderschept wordt door Wiekens. Die tikt hem voor mij langs. En achter mijn rug komt Taihutu voor mij langs kruisen. En ja, een kleine botsing. En hij laat zich zo vallen. En de scheidsrechter die wijst op de penaltystip. McIndrew had volkomen gelijk. Het was geen strafschop. Oskamp is er gewoon ingetuind. J. Driessen schiet onberispelijk in. En dan heeft Veendam zichzelf flink in de nesten gewerkt met een 2-0 achterstand. Hoe maak je dat goed? Verder maar even op het verkeerde been. En de bal gaat in de andere hoek. Slor. In de voeten van Zuurman. En dan moet hij altijd weer terug. En dan een verwoestende uithaal van Jozef Oosting. Vol op de schoen. De linkerschoen van Jozef Oosting. Kijk maar. Die is niet te pakken, hè? Precies in het kruis. Veendam gaat door in die tweede helft. Die de koppen even hangen naar die 2-0 achterstand. Toen was het even dood Katoen. Maar nu speelt hij met sinaasaligheid. Voorzet vanaf de linkerkant van Dantuma. Niet meer dan een hoekschop. Van Roosmalen had hem over de doellijn verwerkt. En dan had Wendert Smits, de rechter verdediger, moet de bal van de doellijn halen. En Schulting ziet het onfortuin met ongenoegen aan. McIndrew niet meer in de dekking, maar hij geeft leiding aan de aanvallen van Veendam. Verwoestende uithaal ook. En een mooi doelpunt. Ik krijg de bal in het midden en ja, ik dreig wat. En ik krijg kans om te schieten en ik schiet een mooie linksonder in de hoek. De bal zit er goed in en ook nog even dat stuitje. En misschien was daarom de bal vooral niet te pakken voor Koopman. Opnieuw McIndrew. Hij wil zijn fouten van de eerste helft goed maken. Dan heeft dat al een klein beetje gedaan met het doelpunt. Wat gebeurt er dan buiten beeld? Taihutu heeft de bal op het achterhoofd gegooid van McIndrew. Zijn tweede gele kaart en er wordt toegelachen of uitgelachen door Ebbingen. Taihutu. Rood. Veendam verder met 11 tegen 10. Taihutu, de man van het eerste doelpunt. McIndrew. Slor. Voorzet. Weggekopt, Zuurman kan er niet bij. Weer overgenomen, weer ingebracht. En misschien een klein kansje voor Zuurman. Moeilijke hoek. Probeert toch die bal voor te zetten of in te schieten. Maar niet meer dan een hoekschop. Slor. De voeten van Zuurman. Dan naar Alberts. Dan zwiept Alberts de bal voor. Gemist en dan laat Stokkingreef, de invaller, die laat hem gewoon op zijn pannetje stuiten in plaats van te koppen. Het was weer een van die kansen voor Veendam om alsnog die wedstrijd naar zich toe te trekken. Want Veendam verliest te veel punten in de competitie, in de algemene rangschikking. Slechts 2-2, na met 2-0 achtergestaan te hebben. Het lijkt een verdienstelijk resultaat, maar er had meer ingezeten. McIndrew, teleurgesteld. Het is natuurlijk heel moeilijk om, als je 2-0 achterkomt, dat je dan zegt van, nou ja, dat moeten we toch een heel andere wedstrijd van proberen te maken. Maar ja, goed, in de tweede helft lukt het dan nog aardig. En komen we dan, ja, gelukkig nog op 2-2. Maar achteraf, ja, vind ik het dat we toch nog te weinig hebben gekregen. Het einde van de wedstrijd. Licht teleurstellend voor het publiek. En een enkele supporter schreeuwde richting Nienhuis. We willen een nieuwe spits. Graaf of Hamming. Ik vind het eigenlijk een beetje onterecht dat ze mijn naam daarin noemen. Er lopen nu 3 spitsen.
We hadden afgelopen zomer een enorm verwachtingspatroon van de samenstelling van de groep, inclusief de drie nieuwe spitsen. En nu moeten ze niet, denk ik, de naam van Nienhuis zo heel veel noemen. Die spelers die moeten het met elkaar doen en die moeten elkaar nog beter in stelling brengen en die moeten koelbloediger worden. Er zijn af en toe kansen bij waarvan ik zeg, die kan ik er met mijn mankenpoot nog inschieten. De directeur van de BV Veendam, Henk Nienhuis, is verantwoordelijk voor het technisch beleid. Jij bent niet van plan om een nieuwe spits aan te trekken, zoals een Graaf of zoals een Hamming? Nou, er is straks 6 weken een winterstop en daar gaan wij alles eens in heroverweging nemen. Dan hebben we hopelijk ook een nieuwe trainer aangesteld en we nemen geen ad hoc beslissingen. Maar dat er best een spits bij kan, dat is een duidelijke zaak.